We zijn nog altijd onderweg op onze roadtrip door de West Coast van de USA. En de activiteit van vandaag, de plek waar we zijn aangekomen, dat is voor mij echt de plek waar de cowboys en de indianen rondrennen. Waar je roadrunner ziet wegrennen voor de coyote. We zijn echt midden in het Wilde Westen, waar ik vroeger plaatjes van zag en waar ik eindelijk ben. We zijn in Monument Valley. Het is toch waanzinnig. Got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Oh, any place is better. Standing from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing to prove. De beste manier om Monument Valley te bekijken is met de auto. We rijden vandaag over de zogenaamde Scenic Drive en die brengt ons bij de beste uitkijkpunten en wandelingen die we kunnen maken. Nog even wat feitjes. De vallei waar we in staan is 570 miljoen jaar oud en is eigenlijk de zeebodem van de Golf van Mexico die naar boven kwam tussen twee aardplaten. Nog een archeologisch feitje. De rotsformaties om ons heen die zijn naar schatting zo'n 65 miljoen jaar oud, wat betekent dat ze stammen uit de tijd dat hier de dinosaurussen nog rondliepen. Tegenwoordig is dit alles om ons heen een reservaat van de Navajo-Indianen. En we betalen ze $20 per dag om hier in hun landschap te mogen rondcrossen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Jongens, die Monument Valley. Maar ik moet eerlijk zeggen, één nadeel. Er zijn hier geen restaurants. En ik heb me toch een partij honger. Dus dan is het goed om te weten dat ik mijn kleurrijke vriend, de pretmobiel, bij me heb. I'm up all night, nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, in my mind. Sees the day whenever she's in past. Like nothing really matters. Nothing really matters. She reads me right from home. It's so clear she saw that I need all I need, yeah. En voilà. Is er nou een betere plek op aarde om te lunchen dan deze? Ik dacht het niet. Ik mist alleen één ding. Een lekkere Rockdale. We eindigen onze prachtige rondrit bij het allermooiste plekje, de kers op de taart, Artist Point, met het mooiste uitzicht.